een nieuw schooljaar, een nieuwe klas en wellicht ook een nieuwe woonplek in Amsterdam. En bij een nieuwe woonplek hoort ook een nieuwe arts. En die kan je daar vinden. Het bureau studentenartsen op kruipafstand van het Rembrandtplein. Is dat even handig? Hoppa. Hoi. Hi, goedemiddag. Goedemiddag, ik desinfecteer eerst mijn handen. Ja, heel goed. Als het meewerkt, ja. Ik heb een afspraak. Weet u ook toevallig met wie u de afspraak heeft? Volgens mij met Emmeke. Ik zal even kijken. Ja, ik zie u staan. Top. Ik zie dat u ook student bent van de HVA. Klopt. Op dit moment hebben wij een prijsvraag lopen. Als u raadt hoeveel pillen er in deze pot zitten, dan kunt u uiteindelijk een blender winnen. Pillen? Bij een huisartspraktijk? Bij een huisartspraktijk. Interessant. 5000 ga ik voor. 5000. En dan kon ik een? U kunt een blender winnen. Top. En volgens mij op het e-mailadres wat nu hierboven in beeld staat, kan je meedoen. Dus, nou ja. Wat denk jij dat erin zit? En laat het weten en pak die blender. Hoi, kom Hallo. Binnen. Pas dankjewel. Op het afstapje. Ja. Ga lekker zitten. Deur dicht? Ja, doe ik voor je. Oké, ja. Dankjewel. Vertel Emmeke, bureau studentenartsen. Wat doen jullie precies? Ja, nou wij zijn huisartsen in Amsterdam. En wij zijn er mede speciaal voor studenten. Dus als je in Amsterdam komt wonen en je hebt een huisarts nodig, dan kun je bij ons terecht. Nou, we zijn er voor studenten met wat extra services. Dus je kan laagdrempelig komen voor SOA-test bijvoorbeeld. Als je denkt dat je een blaasontsteking hebt, dan kan je laagdrempelig komen. En omdat we natuurlijk midden in de stad zitten, zijn we goed bereikbaar. Dus het maakt niet zoveel uit waar in Amsterdam je woont. En dan kan je bij ons terecht. Ook bijvoorbeeld als je op reis gaat of je gaat stage lopen in het buitenland en je moet vaccinaties halen. Ja, want wat zijn nou typische studenten, nou ja, medische vragen waarmee ze aankomen bij jullie? Nou, je zou denken dat studenten andere medische vragen hebben dan andere mensen, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het zijn natuurlijk wel jonge mensen, dus daarmee heb je wel andere problemen. Dus we zien wel wat meer psychische problemen bijvoorbeeld, seksuele problemen natuurlijk. Maar verder kan het alles zijn. En hoe ver verschillen jullie dan ten opzichte van een normale arts? Waarom zouden ze niet naar een normale arts in Amsterdam kunnen gaan en komen ze bij jullie terecht? Ja, goede vraag. Nou, het is zo dat bij een normale arts is het zo dat je in een postcodegebied moet zitten om bij een praktijk te kunnen zijn. En wat wij zeggen is, nou, het is heel waarschijnlijk dat je een paar keer verhuist in je studententijd. En dan willen we eigenlijk niet dat je iedere keer weer een andere huisarts moet zoeken. Want we vinden het juist zo belangrijk om je een beetje te leren kennen, om je goed te helpen. Maar wel dus binnen Amsterdam. Dat is wel binnen Amsterdam, ja. Dat klopt. En verder mag je dus gaan wonen waar je wil, maar kun je gewoon bij ons in de praktijk blijven, zodat we die continuïteit kunnen bieden. Oh, wat misschien nog wel interessant is om te weten ook, is dat we ook een expertise hebben, met name ook in anticonceptie en dat soort dingen. Dus daar weten we veel van, daar doen we veel in. Okay, want alle soorten. Dat is belangrijk onder studenten? Extra belangrijk misschien wel? Ja, met dat jonge mensen natuurlijk seksueel actief zijn, is dat wel belangrijk. Ja, dat we daar alles in huis hebben. En als mensen daar nou vragen over hebben, over de anticonceptie of wellicht andere vragen, waar kunnen ze dan terecht? Waar kunnen ze jullie bereiken? Nou, ze kunnen in eerste instantie naar de website, dat is eigenlijk het handigste. Dat is studentenartsen.nl of huisartsenoudeturfmarkt.nl. En daar kan je eigenlijk alles vinden, kan je überhaupt een heleboel informatie vinden. We hebben daar ook een anticonceptiekeuzehulp bijvoorbeeld. Maar er staat ook beschreven hoe je afspraak kan maken en waarvoor je de afspraak kan maken. Nou, duidelijk. Dit is, klinkt voor mij allemaal heel duidelijk. En ik denk dat, dat voor nieuwe studenten dit een prima oplossing is als je in Amsterdam woont en nog een huisarts zoekt. Ja, van harte welkom. Dus, sta je ingeschreven in Amsterdam? Ben je op zoek naar een nieuwe huisarts en heb je au? Dan is deze plek wat voor jou. Succes komend schooljaar.